Zomaar een ochtend in het Hof van Spaarland. Bram Ladage verkoopt patat en lekkere snacks. Joop van der Weert verkoopt heerlijke oliebollen. En ze hebben elkaar gevonden. Wat is er gebeurd? Moeten we dat nou vertellen? Moeten we dat nou vertellen? Ja. We hebben een bolletje samen ontwikkeld. En dat is de bitterbol. Ze kijkt af en toe zo verbitterd, dus ik denk, nou, we maken er gewoon een bitterbol van. Wat is een bitterbol, Marianka? Wat is een bitterbol, Joop? Dat is een heerlijke oliebol gevuld met ragout. Zeg ik dat goed? Ja, dat zeg ik goed, toch, Joop? Ja. Ja. Nou, je moet het eigenlijk... Het is, je denkt, een bitterbal die hoort niet in een bol. Maar uiteindelijk smaakt het gewoon goed. Ja, het smaakt heerlijk. Maar is het dan de bedoeling dat hij warm opgegeten wordt? Nou, het is misschien wel het lekkers, maar je kan hem ook koud opeten. Maar dat kan toch niet, Joop? Iets wat koud is weer opwarmen? Natuurlijk wel, want het is in de bol gebakken. Ja, dus je kan hem even in de airfry doen. Maar dan de werkwijze. We beginnen bij jou, Marianka. Jij maakt van het bitterballetje, toch? Ja, wij maken de bitterballen klaar. En die brengen we lekker naar Joop. En dan pikken we zelf een oliebol mee weer terug. En dan gaat Joop die bitterbollen maken. Ja, en ik heb afgesproken met de dames dat ze nog een paar extra doen. Dan heb ik zelf ook nog wat. Ja. Ja. Wat is nou het verrassende? Want jullie hebben ze al geproefd. Hoe vind jij hem smaken? Ja, hij smaakt naar een broodje kroket. Dat is het, ja. Het is gewoon een keer wat anders. Ja. Ja, zeg ik toch goed? Ja, het, ja. Is een beetje, het is net iets anders in natuurlijk. Mijn smaak naar frikandel, maar... Nou zullen de mensen denken van ja, twee ondernemers, dat zijn dan toch concurrenten van elkaar? Nou, echt, dus helemaal niet gewoon. Nee. We kijken er al naar uit als Joop komt. En het is gewoon weer een feestje rood, 2 maanden lang hier op het plein. En ik bestel volgend jaar ik een paar extra tafels voor. Hè? Ja, heel graag. Maar dan nu de vraag natuurlijk, vanaf wanneer is de bol verkrijgbaar? Ja, vanaf nu. Vanaf, ja. Hey, ik verwacht een hele rijen vanavond, vandaag toch? Maar even voor de duidelijkheid, Marianka, is die dan bij jullie allebei te koop? Nee, bij Joop is die te koop. Nee. En jij kijkt dan toe hoeveel die er maakt en hoeveel die er verkoopt? Ja, met liefde, hè? Want hij mag ze echt gewoon... Ik hoop dat het helemaal vol staat hier straks. Bedankt, hè? Bedankt, Peter.